De vierde koers is de Montedraverij om de Hyacinthprijs. Ernstig uitgedund veld. Het waren er al niet veel. En er is ook nog paard nummer 7, Alena Jocelyn, geschrapt. Betekent dat het een overzichtelijk geheel wordt. En normaal gesproken heb je hier je bankpaard voor de Victory 5. En dat is paard nummer 6, Kaskivitsov. Moet de nodige meters geven, maar de overige paarden die zijn totaal onbewezen nog in dit genre. Dus wat dat er gaat, moet Kas het kunnen doen. Eén verrichting staat er niet in. Dat was een Monté-koers vrij recent in Duitsland. Daar liep Kaskivitsov een prima derde plaats achter goede paarden. Maar bovenal ook voor goede paarden. En dat zijn paarden die Kas vandaag niet tegenkomt. Dat is de winnaar. Maar dan de plaatsen. Eén grote blinde spiegel. Ik houd kort. Ik tip 6-3-5-4. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Voor de Montedraverij en een interessante Kaskivitsov, torenhoog favoriet. Maar goed, hij moet natuurlijk de nodige meters geven. En er zijn wat nieuwe paarden. Nieuwsgierig wat hier gaat gebeuren. Hyacinthprijs start over enkele ogenblikken. Nee, eerste startpoging gaat niet door. Start vrij. Paarden draaiende startvakken. En dan is de start goed. Zijn de paarden onderweg en kan de inhaalslag van uw favoriet gaan beginnen. Galoppade voor Bunker Duhamel. En de deelnemers gaan de eerste bocht opzoeken. En het is na de start dus uiteraard paard nummer 1 Spirit Scott. In ieder geval even aan de leiding mocht ruiken. Maar nu een galoppade maakt. En de leiding wordt dus overgenomen door Marieke Bergen. En zij gaat er vandoor met Every Swish. Uitgeschakeld paard nummer 1. 1 galop. Neemt een gezonde voorsprong. Op de tweede plaats hebben we dan Chiquita GS. En daarachter volgt dan Voodoo. Achter Voodoo de weergezette Bunker Duhamel. En daarachter komt aan de buitenzijde zo langzamerhand al naar voren. Paard nummer 6 en dat is Kaskivitsov. Deelnemers gaan op weg naar de verre linkerbocht. En dat doen we met een gezonde voorsprong voor Every's Wish. Maar dat moet dat wel nog twee rondes vol zien te houden. Galoppade nu voor Bunker Duhamel. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het is een korte galoppade geweest van Bunker. En dan zet hij ook gelijk weer aan. Vooraan. Oh, galoppade nu ook voor Voodoo, zomaar in derde stelling. En we hebben nog twee rondes te gaan. Het veld dunt enigszins uit. En het is aankop van het veld nog altijd. Uitgeschakeld paard nummer 3. 3 galop. Every Swish. Tweede plaats erachter Kaskivitsov. Derde plaats Bunker Duhamel. En daarachter volgt dan op enkele lengte Chiquita GS. En deze vier paarden die gaan de prijzen onderling verdelen. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd dezelfde volgorde waarbij Every Swish de leiding heeft. Maar als een sluipmoordenaar in de wachtkamer Kaskivitsov. Daarachter Bunker Duhamel en een lengte of 5. Daarachter volgt het nummer 2 van Chiquita GS. Verre linkerbocht bereikt en ja, gaat toch lekker door aan kop hoor, die Every Swish. En Kaskivitsov moet dat eerst nog maar eens zien te overbruggen. Daarachter dus in derde stelling Bunker Duhamel, maar die krijgt het nu ook heel moeilijk en moet uit gaan kijken. Want vanuit het achterveld komt dichterbij paard nummer 2 Chiquita GS.
We gaan af op de laatste ronde met nog altijd Every's Wish. Een absolute laadbloeier. 10 jaar deze Mary, maar bezig aan een superseizoen. En ook nu is dit paard weer in de strijd om de overwinning. Maar is daar wel het moment dat Kaskievitsov een serieuze aanval plaatst. Kaskievitsov pakt nu een lengte of 3 voorsprong. Op de tweede plaats staat, zoals het lijkt, geparkeerd Every's Wish. Maar normaal gesproken moet die voorsprong nog gezond zijn om die achtervolgers van zich af te houden. Maar de koploper die is gevlogen en dat is paard nummer 6. Kaskievitsov. Kaskievitsov die gaat hier als een groot vorst aan de leiding. Heeft een enorme voorsprong opgebouwd met Sietske de Vries. De tweede plaats even zo zeker voor Every's Wish. Spannend daarachter is het voor plek 3 met Bunker Duhamel die nu een aanval gaat krijgen van een opkomende Chiquita Gers. Uitgeschakeld paard nummer 4. 4 galop. En nu daar de galopade dus voor die Bunker Duhamel. Die uitschakeling betekent de winnaar Kaskievitsov met veel machtsvertoon. Super tweede is Every's Wish. Derde wordt Chiquita GS in de Monte Carlo die we wel snel zullen vergeten. Maar mooie winnaar.